Trendy, fashion en internationale allure. Dat zijn de kernwoorden vanavond bij de Miss India Holland The Next Generation. Wie gaat er vandaag naar huis met de kroon? Wie gaat ons land vertegenwoordigen bij de Miss Indian Princess verkiezing? Vandaag ben ik aanwezig bij de uitverkochte Fokker Terminal. Over een aantal uren is het zover. Dan weten we wie Miss India Holland is. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about. Let's go. And now you're gonna miss me. I know you're gonna miss me. Let's go. I guarantee you'll miss me. 'Cause you changed the way. Dames, hoe hebben jullie je voorbereid voor deze avond? Nou, natuurlijk, we zijn al enkele maanden bezig, maar vandaag lijkt echt geen einde aan te komen. We zijn al vanaf 9:30 aanwezig en de spanning stijgt wel, dat kan je wel zeggen, ja. En merk je al een strijd hier onderling? Is het ieder voor zich? Ik denk dat het pas echt op het podium te zien zal zijn. Ik denk, nu achter de schermen is het nog wel vriendelijk gegaan. En hoe denk je dat het is om op zo'n groot podium te staan? Ja, we hebben net al geoefend natuurlijk, dus dat viel nog wel mee. Maar ik denk met al die mensen straks voor je neus dat het wel echt anders zal zijn. En stel je wint niet, wat ga je dan doen? Alsnog heel erg blij zijn, denk ik. Het is zo'n leuke ervaring en we hebben ontzettend veel meegemaakt. En er zit zoveel adrenaline in je lichaam nu dat je gewoon... Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ik niet blij kan zijn meer de rest van de avond. Dus ja, we zullen zien. Dennis, is dit de eerste keer dat je iets gaat doen voor de Hindoestaanse community? Nee, ik heb wel eerder dingen gedaan, ook voor Rakesh. Ik heb de Hindi Pop Awards heb ik 2 of 3 keer gedaan, dus dat. En vandaag de Miss India Holland verkiezing, wat vind je tot nu toe? Tot nu toe heb ik de dames alleen nog in de kleedkamer gezien. Het zag er goed uit. Nee, ja, ik bedoel, het is een mooie grote aangelegenheid in de Fokker Terminal in Den Haag. Helemaal uitverkocht, chique bedoeling. Iedereen met limousines, vette auto's, mooie aankleding en fashion, hè? Dat is het woord vanavond. Ik zie iedereen in mooie outfits, maar waar is jouw outfit gebleven? Ja, ik ben nog niet klaar. We gaan maar zo een uur beginnen. Hè? Ik haal dus verrassing. Rina, jij bent de hoofd van de visagie. Hoe gaat het met de hectiek hierachter? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we zijn heel vroeg begonnen vanmorgen en... We hebben eigenlijk helemaal geen hectiek. Er is wel spanning, gezonde spanning. Maar we hebben alles zo goed gepland en echt tot in de puntjes zo goed van tevoren besproken... dat we eigenlijk nu aan het wachten zijn tot de show eindelijk kan beginnen. We zijn gewoon klaar. Dus wat wij nu aan het doen zijn is een beetje finishing touch, een paar extra dingetjes, een beetje meer lipgloss, lipstift. Maar eigenlijk zijn we gewoon klaar. We hebben ook allemaal gewoon rustig kunnen eten en het rustig aan kunnen doen. En ja, dus ik moet eerlijk zeggen, de planning is dit jaar echt super verlopen. En hoe groot is jouw team? We hebben nu een team van 5 visagistes, 3 kapsters. Dus ja, eigenlijk niet een heel groot team, maar toch is het gelukt. Ritu, wat zie je er prachtig uit. En wat heb je dit mooi gedaan. Ik ben er trots op. Maar, hoe moeilijk is dit voor je geweest om dit alles in elkaar te zetten? Nou ja, moeilijk. Het is een grote uitdaging geweest. En een uitdaging is altijd leuk om aan te gaan, vooral voor mij. En ja, natuurlijk ook voor mijn zakenpartner Rekis. En wij zijn eigenlijk enorm tevreden hoe vandaag de puzzelstukjes eigenlijk allemaal ineen vallen. En nu nog even de kers op de taart, hè? De verkiezing zometeen. De eerste indruk is sowieso al erg mooi, hoor ik van velen. Dus ik ben nu al eigenlijk blij met wat wij tot nu toe al hebben neergezet. Het is nu nog even dat en dan... Heb ik een relaxe zondagmorgen. En wat is de boodschap die jij zou willen meegeven aan de meiden die nu achter staan te trillen?
Nou ja, de boodschap die we eigenlijk altijd meegeven is, je vecht natuurlijk vanavond om een kroon. Er kan maar één de winnaar zijn. Maar hier houdt het zeker niet op. Miss India Holland heeft ze een podium geboden waar zij enorm goed gebruik van kunnen maken. Ook zometeen als zij geen titel of geen hoofdtitel winnen. En wij gaan ze daar zeker bij helpen om iets, ja, iets te bereiken. En dat is de enige boodschap die ik kan meegeven. En ik zou zeker zeggen dat de meiden die twijfelen en nadenken om hieraan mee te doen, dat ze dat zeker moeten gaan doen en zeker die stap moeten gaan zetten. Want zoiets kan je leven gewoon enorm veranderen. Ga je dit volgend jaar overtreffen? Nou, het is de bedoeling dat we het elk jaar gaan overtreffen. Dit is een basis voor ons en volgend jaar doen we het gewoon veel beter. Dames, wat brengt jullie vanavond hier? Wij zijn hier voor een vriendinnetje van ons, Chantalle. En ja, we zijn hier natuurlijk voor haar support en haar familie is er ook. En we wilden het eigenlijk voor geen goud missen. Dus. Ja. Heren, wat brengt jullie hier vanavond? Mijn vriendin. En ik zit in een jury met zijn vriendin. Zijn vriendin zit ook in de jury. En ja, hij is meegegaan met zijn broertje, heeft hij meegenomen. En we gaan er wat leuks van maken. We gaan de mooiste meisje, niet alleen de mooiste, maar ook de miswaardige. Gewoon een echte mis, die gaan we uitzoeken vandaag. En wanneer is iemand dan miswaardig? Uitstraling. Schoonheid moest ze wel mee hebben, dat is natuurlijk. Maar dat is niet het enige wat meetelt. Ze moet uitstralen, ze moet echt stralen. Iedereen moet gewoon kunnen zien dat zij iemand of een land representeert. Okay, heb je al eerder in de jury gezeten bij misverkiezingen of is dit voor jou de eerste keer? Nee, ik heb al bij Miss Overijssel in de jury gezeten. Ik heb 2 jaar terug bij Miss India gezeten, ook in de jury. En dit is mijn 3e keer dan. Nou, dan wens ik je een geweldige avond toe. Dankjewel. Ik ben hier vandaag aanwezig om mijn dochter Nadine Makkalau te supporten. Dat zij voor de Miss India Holland verkiezing gekroond kan worden. Wekenlang heeft uw dochter getraind. Heeft u er thuis wat van gemerkt? Zeker wel, zeker wel. Ze was heel actief thuis. Ik heb erbij gestaan met alles wat ze wil hebben. Papa, ik wil dit hebben voor de misverkiezing. Ik vond het leuk, ik heb de ondersteund. Ik vind het heel knap dat ze dit tot nu zover heeft bereikt. Met onze inzet. En waarom moet uw dochter winnen? Nou, winnen op zich niet zo. Maar ik vind, ze heeft een bepaalde uitstraling. Ze heeft een bepaalde uitstraling en ze... En dat wil ze even aan de mensen laten zien van kijk, ik lijk niet op een Hindoestaanse meisje, maar door mijn uitstraling ben ik puur Hindoestaan en daardoor wil ik me aan de misverkiezingen meedoen. Hebben jullie een beetje zin in? Want jullie zijn getuigen van de 11e Miss India Holland finale. Welkom hier in de Fokker Terminal in Den Haag en we gaan een mooie avond van maken. We gaan zeker een mooie avond van maken en dat kan volgens mij ook helemaal niet. Dan moet je nou kijken hoe mooi publiek we hebben. Even een applaus voor uzelf. Ja, wij zijn dus uw gastheer en gastvrouw van vanavond. Mijn naam is Dennis Wenning. En ik ben uw gastvrouw Soraya Babbelampadé, Miss India Holland 2007. Dennis, het gaat hier vandaag echt om spannen. 10 dames dromen er vandaag van om gekroond te worden tot Miss India Holland 2014. En dat natuurlijk niet alleen. Ze willen ook heel graag Nederland vertegenwoordigen tijdens die internationale verkiezing. Miss Indian Princess International in het land van de glimlach, Thailand. Ja, vanavond gaat het dak er vanaf en de hele avond staat geheel in teken van fashion. En wij gaan het hier natuurlijk brengen.
ook in studio 21. Ik zie gewoon een beetje vochtige ogen. Kom even bij me staan. Je hebt eigenlijk een beetje afstand gedaan van je kind. Hoe voelt dat nou? Nou, ik kan nooit afstand doen van mijn kind. Dat blijft altijd mijn kind. En ik hou alles in de gaten. En ik moet zeggen, wat Rito en Rakees voor elkaar hebben gekregen, dames en heren, is geen malligheid. Ik wil dan heel graag nog een heel erg daverend applaus voor Shana. Voor ons is het een eerste uitdaging geweest. Wij zijn nog in de kinderschoenen. Het is de 11e editie, maar voor ons de eerste keer dat we het samen doen. En ik hoop dat we verder kunnen gaan groeien. En mogen de beste winnen.
En dan wil ik nu graag de heer Sudish Kino, eigenaar van HID TV, uitnodigen om op stage te komen om de share van Miss Public Choice te overhandigen. Miss Public Choice is geworden Manisha Hanuman. Dan wil ik nu graag de top 5 finalisten naar voren roepen voor de bekendmaking van de top 3. Finalist nummer 1, Manisha Hanuman. Finalist nummer 2, Manisha Krewal. Finalist nummer 3, Chantal Sabat. Finalist nummer 4, Sulaika Babu. En finalist nummer 5, Nadine Makanlo. Mag ik dan nu naar voren roepen de voorzitter van de jury, mevrouw Vasila Lalmahomet, voor het overhandigen van de gouden envelop met de uitslag. Of wat had eigenlijk de winnares van vanavond? De winnares van vanavond had eigenlijk toch wel altijd een combinatie van beide, maar de doorslag was toch wel de schoonheid. Ja, ja, dus natuurlijk waren de vragen ook heel belangrijk en ze hebben het allemaal goed gedaan. Het waren ook geen makkelijke vragen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de combinatie, maar ja, de doorslag was toch wel de schoonheid en de uitstraling. Hè? Want dat is toch ook belangrijk bij een mis, daarom ben je ook een mis. Zeker weten. Dankjewel. Wij gaan de envelop in ieder geval goed in de gaten houden. Om bekend te maken wie de Miss India Holland 2014 zal gaan worden. Nou. Omdat we dat doen, gaan we nummer 3 bekendmaken. En nummer 3 is geworden. Gaat goed met je, Dennis? Ja, lekker. Met jou? Leuk plekje ook zo. He? Lekker warm. Het is een geweldige zaal. Chantal Sampe! Oké, Rakia Sister, waar is het kroontje? Oh, dat komt er zo aan. Dames en heren, op nummer 2 eindigt Manisha Krewal. Nou, dan is hier het allerbelangrijkste moment waar u al de hele avond op heeft zitten wachten. En bovenal natuurlijk de missen. Wie mag zichzelf Miss India Holland 2014 noemen? Dames en heren, Miss India Holland 2014 is Nadine Makanlo. De nieuwe Miss India Holland 2014. Nadine, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wat gaat er nu door je heen? Ik besef het nog niet heel erg, want ik heb nog alleen maar flitsen voorbij zien komen van fotografen. Maar ik denk dat ik zo meteen heerlijk naar huis ga en ga genieten van mijn kroon.
En waarom denk je dat jij gewonnen hebt? Ik ben denk ik heel het traject mezelf gebleven. Daarnaast heb ik heel veel geleerd en heb ik dat waarschijnlijk ook vanavond laten zien aan de mensen hier in het publiek en de jury vooral. En ik denk dat het zelf blijven en het genieten van deze avond toch echt het belangrijkste was. Wat wil je bereiken als Miss? Als Miss probeer ik mijn modellencarrière te openen en ik hoop dat ik hiernaast ook mijn cultuur kan vertegenwoordigen. Wat ga je dan precies doen voor de Hindoestaanse community? Ik heb hiernaast ook nog Miss Charity gewonnen, dus ik ga nu ook naar India maandag, dus ik hoop dat ik het geld ook persoonlijk mag overdragen. En we zullen zien wat het Miss jaar me gaat brengen. Wil je de kijkers thuis nog wat zeggen? Ik heb heel erg genoten vanavond. Bedankt voor jullie support en in het geloof van mij. Het heeft me heel goed gedaan. En ik ga jullie trots maken.